echt hartstikke leuk. Bij Op Pad mogen we de eerste test maken van de Santos Travel Master 2.9. Nou, wat natuurlijk opvalt aan de nieuwe Travel Master is dat rare frame. Dat wat doet denken, om heel eerlijk te zijn, aan de dromedaris met een bult. Maar bij Santos hebben ze dat natuurlijk met een reden gedaan. Deze fiets heeft een hele lange voorvork, zoals je kan zien. En dat is gedaan omdat er een hoog balhoofd in zit. En dat hoge balhoofd, dat biedt dus niet alleen plaats aan bijvoorbeeld deze vaste voorvork, maar je kan er ook gewoon een mountainbike voorvork in zetten. Zoals zegt, een heel hoog balhoofd, dus een hele lange voorvork om dus die geveerde voorvork of mountainbikes te kunnen huisvesten. Die hele lange voorvork heeft, om hem genoeg stabiliteit te geven, hier nog een heel mooi verstevigingsbruggetje zitten. De Travel Master is altijd een fiets geweest voor wereldreizigers. Nou, en dat is bij deze niet anders. Ondanks het rare frame passen er wel 3 petfleshouders in. Eentje, 2, ja, en hieronder kan er ook nog 1. Santos heeft er bij deze Travel Master voor gekozen om een riem te monteren. Hij wordt natuurlijk ook geleverd met de ketting als je dat zou willen. En om die riem, die geen uiteinde heeft, maar gewoon rond is, zit hier een speciale opening om hem door het frame naar binnen te laten. Als je bijvoorbeeld de riem moet verwisselen. Nou, deze Santos is uitgerust met hydraulische remmen van Makura, HS33. Gewone velgremmen. Nou ja, als je nou kiest voor schijfremmen, dan kan dat ook. Want zowel de voorvork als de achterbrug hebben gewoon de gaatjes om een schijfrem op vast te maken. Een echte wereldfiets moet natuurlijk redelijk onderhoudsvrij zijn. En daarom heeft Santos in dit geval gekozen weer voor een roll-off NAV. 14 versnellingen, onderhoudsvrij en een enorm bereik. En dingetjes die een trekkingfiets echt afmaken, dat is altijd zo'n stuuruitslagbeschermetje. Heel erg handig als je met zware voortassen je fiets wil neerzetten, dat je stuur maar een beperkte mate kan omklappen. Heel handig zo'n laag frame. Beetje al een mountainbike. Nou, heerlijke tocht door het rivierengebied gemaakt op de nieuwe Santos Travel Master 29. Grote wielen, dus dat rolt heel erg lekker op asfalt, zeker met deze banden. Wat mij vooral opvalt is dat hij heel erg stevig in elkaar zit. En dat merk je ook wel een beetje aan het gewicht, dik 70 kilo, met zijstandaard en trappers natuurlijk. Maar voor de rest, hij stuurt heel erg lekker, zit heel comfortabel, kun je heel lange stukken volhouden. Ja. En wat wil je dan eigenlijk nog meer? Bagage, 40 kilo mag erachterop en 15 kilo voorop. Ja, wat dat is dus echt een wereldreizigersfiets. Ja, ik zit in Nederland. Het is bijna donker aan het worden. En voor die 3700 euro die de Santos kost, krijg je geen verlichting. Dus ik ga naar mijn bed en breakfast.